Jawel, mensen, hier zijn we weer. Wij zijn nu onderweg naar de stadsgehoorzaal. Zeg dat eens? Stadsgehoorzaal. Stadsgehoor. Ja, stadsgehoor, inderdaad. En wij organiseren dit jaar de Leidse Iftar, dames en heren. Ik heb er heel veel zin in. Het is natuurlijk een hele bijzondere situatie. We zaten natuurlijk allemaal met elkaar het vaste verbreken. Helaas lukt dat niet, maar dat maakt het niet minder leuk. Dus ga mee en we gaan er weer een top dag van maken. Want wij zijn echte rechte mannen. En wij geven iedereen alleen maar. En wij zeggen altijd. Hallo. Ja, jongen. Welkom allemaal bij de Leidse Iftar. Welkom iedereen hier in de Stadsgehoorzaal. Maar zeker ook vooral iedereen thuis, achter de tv of livestream natuurlijk. We gaan deze Iftar met elkaar meemaken, want deze Iftar is voor iedereen. Om verhalen te delen, maaltijden te delen en vooral natuurlijk ook te verbinden. Dit is mijn broertje. Hoe heet jij? Bilal. En Bilal heeft het syndroom van Down. En samen met mij, Brahim Lakhal, maken wij grappige, leuke, educatieve, gezellige, toffe video's op YouTube. Ja. En vandaag mogen wij deze Iftar organiseren. Bilal kan zomaar ineens opstaan. Hij kan overal lopen. Hij kan van alles doen. Maar laten we daar vooral van genieten. En dat is ook een vorm van verbinden. Ik verwelkom ook wethouder Yvonne van Delft. Wethouder van Economie en Cultuur. Welkom. Nanette Ris, directeur van de Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal. Edmen Maghrebi, Leidse ondernemer met een Marokkaanse achtergrond. En Durmus,
Doğan, ondernemer met Turkse achtergrond. En natuurlijk alle mensen die hier verder zitten. Ja. Hè? Ja. Ja. Heb je er een beetje zin in of niet? Ja. Ja, ik ook. En iftar is het verbreken van het vaste. Dus het eten van een maaltijd zodra de zon onder is. We hebben daarom een lijfverbinding met de zon vanaf het dak van de stadsgehoorzaal. We gingen net van start met La Lézar muziekgroep. Dank jullie wel. En we gaan ze zeker nog terug horen en terugzien. Nou, dan gaan we aan tafel. De heer Doemoes. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen de vraag hebben, wat is nou precies een iftar? Iftar, Ramadan is de heilige maand van de islam. En dan in de vaste is de ritueel van islam. En dan iftar is de eten. Eten tot een hele dag vasten en dan precies de tijd zon ondergaat, dan gaan we eten. Vasten, niet alleen eten, maar ook geestelijk en lichamelijk ritueel reinigen. Reinigen, ja. En bewust reinigen, dat, ja. Lichamelijk en geestelijk. Dat is gaat veel meer dan eigenlijk alleen maar niet eten en niet drinken. Ja, zeker, zeker, zeker. Ook geestelijk, dat is ook belangrijk. Ja, absoluut, ja. Absoluut. Usman, hey. Het is iftar, al enkele jaren is die bezig. Hoe is het eigenlijk ontstaan? Ja, samen eigenlijk met bekende vriend Najib van de bekende reisschool hier uit Leiden. En hij zit naast het kantoor van mij. En we nodigden elkaar altijd uit met een kleine groepje vrienden ondernemers. En dat groeide elk jaar uit. Het werd 10 man, 20, 30. En 2 jaar geleden, midden op de Haarlemstraat, bijna 200 mensen. Ja, dat is de top of the sky was the limit. En eigenlijk wilden we hier de sky. Ja, ja. Ja, helaas. Ja. En het is niet zo dat jullie al met een doel hadden van oké, we willen uiteindelijk. Ja, het is tijdens die iftar was in het verleden natuurlijk vaak zomers. Dus we gingen vaak barbecuen midden op de Haarlemstraat. En we hadden daardoor passanten. En die passanten vonden dat allemaal heel erg interessant. En die gaven dan stukjes. Die konden met ons mee eten, gewoon zomaar. En daarmee merkten wij dat we aan het verbinden waren. Mensen waren nieuwsgierig. En wij waren aan het vertellen wat we aan het doen waren. Dat we onze vast aan het verbreken waren. En daarmee merkten wij weer op dat wij eigenlijk daarmee aan het verbinden waren. Mensen waren nieuwsgierig. En, en zo waren we over onze culturen en gebruiken aan het vertellen. En dat was mooi. En daardoor is het ook zo groot geworden 2 jaar geleden. En we hopen dat we straks nog groter gaan maken. Vast en zeker. Ja. Nanette, mag ik je zeggen? Ja, waarom in de stadsgehoorzaal? Nou, dit huis is voor mij, en dat zit in het DNA van het huis, ook een huis van ontmoeting en verbinding. En ik ben bijzonder gefascineerd, niet alleen door de iftar zelf, maar de hele Ramadan, waar het over gaat. Het gaat over bezinning. Het gaat ook zeker over een hand uitsteken naar je naast. Het gaat over zien, niet alleen naar jezelf, maar juist naar de buitenwereld. En dat is eigenlijk waar voor mij de stadsgehoorzaal in het bijzonder ook voor staat. En waar we de komende jaren nog veel meer invulling aan willen en waarom geven. Waarom is het voor jou belangrijk, dan richt ik me tot Wendy, om zeg maar gezamenlijk zo'n iftar te organiseren? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om te laten zien wat je doet. En inderdaad, wat jij net al zei, dat je de hand uitsteekt en elkaar ook leert kennen. Ja, er zijn genoeg groepen in Leiden, maar ook daarbuiten, die gewoon volledig langs elkaar heen leven. En wie het allemaal maar eng is en wat een ander doet. Terwijl als je erover kunt vertellen, als je dingen kunt delen, en met name natuurlijk eten is daar heel geschikt voor. Als je dat kunt delen met elkaar, ja, dan kun je ook praten. Dan maak je verbinding en dan kun je praten over het eten, maar ook wat het voor je betekent. En ook wat je voor een ander kunt betekenen. Dus ik vind het heel belangrijk dat het gebeurt en dat het ook zichtbaar gebeurt. En waarom mensen met verschillende achtergronden bij elkaar brengen? Ja, ik denk dat dat altijd verrijkt. Als je altijd alleen maar je eigen verhalen hoort en kent, dan word je ook naar binnen gekeerd. Terwijl als je naar buiten gekeerd bent en elkaar leert begrijpen, dan kun je ook beter samenleven. En dan komt er ook zoveel rijks uit als je dat met elkaar verbindt. En dat vind ik voor Leiden heel belangrijk. Ja. He, dat iedereen elkaar leert kennen, dat kinderen elkaar leren kennen, dat je erover vertelt wat jouw beleving is. Ja, ja. Ik vraag me eigenlijk af, heeft u wel eens meegedaan aan de Ramadan? Of een dag gevast?
Ja, ik heb het een dag gedaan. Maar ja, dat is niet echt, dat is niet meedoen aan de Ramadan. Ik denk dat het, de tijd en de bezinning, één dag is, dat is een beetje spelen, zal ik maar zeggen. Ja. Maar ik heb het een keer gedaan. En dat viel niet mee, want het was hartje zomer. Dan is het was echt waar het heel warm was. Dus ik had grote bewondering toen al voor mensen die dat een hele maand volhielden. Ja. Hey, wat zou je het liefst willen bereiken met de Leidse Iftar? Dat het een traditie wordt. Dat dit de eerste keer is van in dit huis. Volgend jaar vol mensen en steeds groter en meer. Ik zou het echt heel leuk vinden als dit een Leidse traditie wordt. Voor heel Leiden. Ik durf niet te zeggen zoals het vieren van 3 oktober, maar wel, het mag best wel een beetje in de buurt komen. Ja, duidelijk. Wat gaan we vanavond doen? Vanavond delen we verhalen van verschillende leidenaren, moslim en niet-moslim. We leggen uit hoe het breken van het vasten gaat. Maar laten we deze iftar officieel openen door onze burgemeester Henry Lenvrink. Beste mensen, het is nog licht. Maar op het moment dat jullie kijken, moet het al donker zijn. Dan is de iftar begonnen. Eigenlijk is de Ramadan en vooral datgene wat daarna komt, het breken van de vasten, het dadels, een glas melk en daarna de iftar, een hele mooie traditie in de islamitische gemeenschap. Tijdens de iftar maak je contact met anderen. Maak je contact met je familie, maak je contact met je kennissen. En dat is altijd een fijn moment. En in Nederland hebben moslims er ook de gewoonte van gemaakt om af en toe een iftarmaaltijd te organiseren waarbij ook mensen buiten de gemeenschap worden uitgenodigd. Eigenlijk om hetzelfde te vieren. Normaal doen we dat echt bij elkaar. Maar zolang corona nog zo ons leven domineert, kan dat niet. En moeten we, net als vorig jaar, heel veel organiseren op afstand. En daar hoort dit ook bij. Maar ik weet zeker dat het niet al te lang meer duurt. En dat u dat ook voelt. En dat we het daarmee vol kunnen houden. En dat we ook tegen elkaar kunnen zeggen, nu doen we het nog op afstand. Maar volgend jaar zijn we weer bij elkaar. Ik wens u een hele mooie iftar toe. Nog heel veel sterkte gedurende de rest van de Ramadan. En natuurlijk uitkijken naar het mooie feest daarna. We hebben nog 2 prominente mensen die ons in Leiden willen toespreken. De ambassadeur van Turkije, de heer Disli. En de heer Abdelkerim Ben Salem, ambassadeur van Marokko. Kijk even mee. Dear ladies and gentlemen. First of all, I would like to wish all the Muslims around the world a happy and prosperous month of Ramadan. Secondly, I would like to thank the organizers of the Leiden Iftar. As Muslims, during Ramadan, we abstain from food, drink, and other worldly pleasures between dawn and sunset. The purpose is to understand the poor and the needy. This is one of the 5 pillars of Islam. We devote ourselves to self-reflection and prayer with the genuine wish to come closer to God. And in this month, Muslims who can afford have to give charity. Ramadan is also a time when we come together as families and communities and enjoy the spirit of togetherness as well as solidarity. Therefore, the Leiden Iftar is a very meaningful initiative. I find it very valuable that the civil society in Leiden has come together in this effort. It is important that there is this strong will to create the opportunity for members of the society from different cultural and religious backgrounds to support them, develop knowledge and understanding of each other's beliefs and tradition. Unfortunately, due to COVID-19 pandemic, this is the second Ramadan in which the larger families and communities cannot physically come together to celebrate and enjoy the traditions of Ramadan. However, digital events like this one still provide to us the chance to appreciate the community spirit, and that is the essence of Ramadan. I sincerely hope that next year we can once again celebrate Ramadan all together physically. May the month of Ramadan be peaceful and fruitful to all people. Thank you. Dear all, assalamu alaikum. Peace be upon you.
on the occasion of the holy month of Ramadan, I would like to convey to you all and to your loved ones my best wishes. May God the Almighty bless you all with every joy and happiness in this holy month and beyond. May God shower His mercy and blessings upon us all. I would like to salute this generous initiative carried out by active members of the Dutch-Moroccan community in Leiden. They do it with dedication and enthusiasm. May God reward them on this good deed and action of solidarity and generosity. This noble action sends a powerful message of friendship, compassion, solidarity, and living together. These are core values of the holy month of Ramadan. The holy month of Ramadan is a journey to cleanse and detox our souls. Ramadan is about charity, generosity, to remind Muslims of the suffering of less fortunate. It is also resisting temptation to do evil. It's also about deepening self-purification and spiritual renewal. May God accept you, your good deeds in this holy month, and bless you all, and bless you always. Stay healthy and safe. God bless you. Assalamu alaikum. Deze Leidse iftar gaat over verbinding. Een maaltijd delen verbindt mensen. Verhalen delen zorgt voor wederzijds begrip. Ook in humor en in woordkunst kun je verbinding zoeken. Sophia Blijden en Rachid Larousse doen dat. Kijk even mee. We staan hier met Sophia Blijden, als ik het goed zeg. Klopt, klopt. En we hebben het eigenlijk, tijdens deze iftar hebben we het constant over verbinden. Ja. Bij mij komt van alles naar boven, behalve verbinden in woorden. Bij mij is dat een soort van logische connectie, verbinden in woorden. Omdat eigenlijk in elk werk dat ik doe, wil ik dat de ontvanger achterblijft met een warm gevoel van empowerment en inspiratie en verbondenheid. Ik werk altijd heel erg vanuit persoonlijke verhalen. Dus ik wil eigenlijk in elk werk wat ik doe, wil ik die persoonlijke verhalen overbrengen. Dus dat kan geschreven of op video of dat kan op heel veel verschillende manieren. Wanneer je iets positiefs deelt, dan wordt het groter samen. Terwijl als je iets negatiefs deelt, dan draag je het samen. Dus dan wordt het eigenlijk kleiner. Dus het heeft eigenlijk altijd een positief effect, vind ik. En wij staan voor positiviteit. Ja, toch? Hoe belangrijk is het dat mensen vanuit verschillende culturen met elkaar verbinden? Ook ontzettend belangrijk. Ook vanuit een heel persoonlijk perspectief. Omdat ik besta uit verschillende culturen. Mijn moeder die is Nederlands. Mijn vader die is geboren op Aruba. Ook Nederlands dus, maar wel met een Antilliaanse achtergrond. Ik ben heel blij dat ik verschillende culturen in me draag. En dat ik daardoor ander perspectief met me meebreng. Mm-hmm. En als je dat samen, als je al die kennis, al die culturele achtergronden, al dat eten, zeg maar alles wat daarbij komt kijken, als je dat deelt met elkaar, dan ja, dat is zo waardevol en zo. Een verrijking. Zo echt een verrijking, ja. Hoe typeer jij Leiden? Ik ben echt gegroeid met Leiden. Toen ik hier kwam, ging ik studeren. Ik kom uit Zoetermeer. En Leiden was voor mij wel een hele witte studentenstad, waar ik niet altijd helemaal op mijn plek voelde. Zeker niet in het studentenleven. In het begin vond ik het best wel angstaanjagend eigenlijk. En voelde ik me niet helemaal op mijn plek. Maar uiteindelijk heb ik ontdekt dat er veel meer is in Leiden dan dat stukje studentenleven. En dat via de horeca en via de kunsten, dat ik daar eigenlijk allemaal hele mooie verschillende soorten mensen heb ontmoet. Ja, en je hoort natuurlijk ook de Ramadan. Ja. De mensen hier bij ons en thuis, een aantal doen ook mee aan de Ramadan. Ja. Ik vraag me af, heb je wel eens meegedaan, een dagje? Nee, ik heb nog nooit meegedaan. Nou, het is er nog niet van gekomen, maar
ja, ik vind het gewoon mooi waar het voor staat. En ook de saamhorigheid daarbinnen. En ja, de steun die je elkaar aan elkaar hebt. En het respect. Ja, ik vind het heel mooi. Wat zou je tegen de mensen thuis willen vertellen over verbinden? De rol die zij kunnen vervullen? Ik zou willen zeggen dat je altijd moet durven om je kwetsbaar op te stellen. Maar dat je ook niet moet schuwen om mensen om je heen om hulp te vragen. En nou ja, het geluk en de negativiteit met elkaar te delen, zodat het wat makkelijker wordt allemaal. Geen spel tussen te krijgen. Oh. Mooi, dankjewel. Top. Met Rashid Larousse, een echte leidenaar. Tijdens deze iftar hebben we het over verbinden. Ja. Zie je dat humor eigenlijk mensen met elkaar verbindt? Dat is heel belangrijk, want vanaf dag 1 dat ik op het podium ben gestaan om grappen te maken, probeerde ik mijn realiteit met het publiek, hun realiteit te combineren. En dat was eigenlijk vanaf dag 1 dat ik op het podium ben ik alleen maar aan het verbinden. En dat deed ik altijd constant om mijn verhaal te vertellen. En dat was gelijk verbinden. Als we allebei dezelfde realiteit hebben, hebben we communicatie, hebben we affiniteit. En dan ontstaat eigenlijk een verbinding. Ja, en het is niet direct zo, hè, als we het over in hokjes praten van wit en zwart, dat we elkaar niet begrijpen op de een of andere manier. Dat is bullshit. Wij begrijpen elkaar, wij zijn mensen. En zodra wij elkaar dezelfde realiteit hebben, kunnen we met elkaar communiceren. Wat betekent lijden voor jou? Oh ja, Leiden is eigenlijk, hier is eigenlijk alles begonnen. Ik was als klein kind, kwam ik uit Marokko. Hoe oud was je? Ik was 15. Ik heb hier mijn school gedaan, ik heb, mijn eerste vriendin was hier. Alles, mijn puberteit heb ik gehad. En toen heb ik mijn mbo gedaan. En vanaf 98 ben ik naar Amsterdam gegaan. Maar ik heb nog steeds verbinding, want mijn ouders wonen nog steeds hier, ja, snap je? Ja. Wat betekent Ramadan voor jou? Is het zo? Altijd ging ik Ramadan gewoon in, persoonlijk. Mm-hmm. En ik zie wel waar het eindigt. Ja. Maar eigenlijk, sinds eergisteren kom ik erachter van doelen creëren. Wat wil je deze Ramadan bereiken? Is dat hoe jij dat ook beleeft? Absoluut. Ik zeg eerlijk, in het begin, Ramadan deden we gewoon omdat iedereen het deed. We doen het gewoon. Bij mij zat er gewoon geen gevoel bij. Dus dit jaar zou eigenlijk, ik zeg het gewoon in de kamer, dit is de eerste keer dat ik hem gewoon goed vastpak. Waar goed voorbereid in gegaan. Nu zou ik geen slechte dingen doen, niet over andere mensen roddelen. Eigenlijk je eigen geest temmen. Daar ben ik mee bezig. Plus, ik wil graag afvallen. Als wij s'avonds bij jou thuis komen, dan is de tafel redelijk leeg. Ja, klopt. Die vindt alleen yoghurt en rode bessen. Dankjewel, Rashid. Er wonen in Leiden duizenden mensen met een islamitische achtergrond. Leiden is een stad waarin vluchtelingen altijd welkom... Wat zeg jij nou? Ja. Ik zit midden in mijn tekst, je kan toch niet zomaar even stoppen? Ja, kom op. Jongen. Even wachten. Leiden is een stad waarin vluchtelingen altijd welkom zijn en waren. Waarin vrijheid van geloof en meningsuiting altijd heel belangrijk was en is. Maar wist je dat de band tussen Leiden en islam ook al eeuwen oud is? We hebben historicus Mehmet Tutunzu gevraagd hierover te vertellen. Hij zou hier zijn, maar helaas door corona zit hij in quarantaine. Dat hebben we eenmaal in deze tijd. Zijn verhaal is opgenomen en zullen we dit weekend dat uitzenden. Nou, het is bijna zover. Ik zie dat de zon al ondergaat. Uitmijn, kan je ons even uitleggen, neem ons even mee. De laatste loodjes, dan is het... Bijna. Ja, we kunnen bijna eten. Bijna eten. En dan gaan we naar de keuken en dan gaan we ons voorbereiden. En dan gaan we het eten opwarmen. Maar dan is ook de laatste minuten van bezinning. Eten. Ja. En vooral eten. Het geduld. Het laatste moment is erg belangrijk. Geduld. Dus je moet eigenlijk geen stress hebben. Eten op de tafel en iedereen wacht. Zo, dat is telt erg aan. Belangrijk. Je kijkt echt naar de klok en die laatste minuut duurt lang. Ja, duurt lang af en toe. Maar dat zijn eigenlijk de momenten dat we dan eigenlijk tot bezinning komen. En dan even een stukje uit de Koran lezen. Of even zelfmeditatie. Even tot jezelf komen.
aftellen. Herkenbaar. Ja. Nou ja, bij ons gaat het best wel stressvol aan toe. Ja, bij ons gaat het stressvol aan toe. Je had net beneden bij de keuken moeten zijn. We moeten nog een hoop leren. even kijken. Hoe werkt zo'n Eden eigenlijk? Eden? Ja. Of Iftar? Nee, Eden. Eden. Nou, Eden is de oproep tot gebed. En die zon die gaat zo onder. En als het laatste stukje helemaal onder is, ja, dan is het gebedstijd van de Maghreb. En dan is de zon in het westen ondergegaan. En dan roept men op tot gebed. En de imam gaat zo meteen de Eden oproepen. En dan, dat betekent voor ons dan, het is zover, de zon is onder. En dat betekent dat we aanvallen. Ja, kunnen we ook echt aanvallen of rustig gaan? Ja, kijk, we beginnen meestal met dadels. En het is heel erg belangrijk dat je rustig aan begint. Sommige mensen die zetten daar hele vlees- en vismaaltijden neer. Maar het is van belang dat je natuurlijk voor je maag, die heeft de hele dag niet gegeten, dat je even rustig aan doet. Ja. Het belangrijkste is dat rustig langzaam eten. Ja. En met elkaar gaat het. Ja, met elkaar. Ja. Ja. Niet in één keer alles in de binnen halen. Ja. Rustig langzaam eten. Vooral de soep. Ja. En het dadel, met de dadel. De soep maakt je maag weer een beetje warm. Ja. Ook heel jonge mensen weten te verbinden. Soms op een hele inspirerende manier. Zo heb ik onlangs een gesprek gehad met Naim Abed, 16 jaar oud. Diep respect voor deze jongeman. Kijk even mee waarom. Abed, een echte leidnaar. Echte leidnaar. Je bent wel echt bekend, hè? Ja, een beetje. Jij hebt de ziekte van Lyme. Klopt, ja. En om heel eerlijk te zijn, de eerste vraag wat ik had is, kan het ooit weggaan? Het is wel zo goed als weg eigenlijk. De infecties zijn wel onder controle. Dus ik heb niet echt chronische Lyme meer. Dat heb ik heel veel jaar gehad. Het is meer dat ik nu aan het herstellen ben. Maar het is dus wel weggegaan bij mij. Ik ben op mijn tweede gebeten door een teek. Dat is, ik denk dat iedereen wel kent, dat kleine beestje. En die draagt infecties bij zich. En daar kan je heel erg ziek van worden. Daar kan je heel veel klachten van krijgen. Fysieke klachten, maar ook mentale klachten. Wat ik op een gegeven moment ook had. Ik had ook last van angst bijvoorbeeld in mijn hoofd. Heeft die ziekte je ook wel iets goeds gebracht? Of? De ziekte heeft me heel veel goeds gebracht, ja. Door de ziekte ben ik uiteindelijk gaan ondernemen. De ziekte heeft me volharding gebracht. Doorzettingsvermogen, discipline en... Dat zijn wel lessen die ik van de ziekte neem. Ja, op een gegeven moment moest je behandeld worden. Klopt. Ja. En daar dan had je geld voor nodig. Klopt. Zo ben ik begonnen met kledingwerk. 3 jaar geleden is dat. Dit Lijm is. Dat was echt lokaal ook hier in Leiden. Dat verkocht gewoon aan iedereen en dat ging wel goed. Ik ben ook een paar keer op tv geweest, heb ik een verhaal gedaan. En zo is het eigenlijk gaan, zo is het balletje gaan voorbij. Wat ook bijzonder is, je hebt een levensmotto. Klopt. Overcome and improve. Dat betekent overkomen en verbeteren. Daarbij hoort overkomen bij discipline, dus door discipline, persistence, volharding en determination, dus vastberadenheid. Dat zijn de dingen die mij hebben geholpen om mijn ziekte te overwinnen en uit die put te komen. Wat ik de mensen wil meegeven is dat de mensen die in een moeilijke situatie zitten, dat ze eruit kunnen komen door vastberaden te zijn. Dus door vastberaden te zijn dat ze beter worden, dat ze uit die moeilijke situatie gaan komen. En door discipline en volharding dat ze eruit kunnen komen, want als ik het kan, dan kan iedereen het eigenlijk. Ik wil dat voorbeeld zijn voor mensen. En als we het hebben over, tijdens deze iftar hebben we het over verbinden. Klopt. Wat betekent het verbinden voor jou? Verbinden is denk ik heel belangrijk, zodat mensen elkaar begrijpen, respect voor elkaar hebben. Ik denk dat verbinden, dat we dat wel allemaal doen door de boodschap die we uitspreken. En door met elkaar in gesprek te gaan eigenlijk. Ik heb het gedaan door mijn verhaal te vertellen. Het verhaal van mijn ziekte, dat ik mijn ziekte heb overwonnen. Je bent moslim? Ik ben moslim, klopt. En je doet ook mee aan de Ramadan? Ik doe dit jaar nog niet mee aan de Ramadan. Ik hoop volgend jaar wel, inshallah. Ik heb wel, je hoopt het? Ja, volgend jaar zeker weten. Volgend jaar, dat denk ik dat het wel moet lukken. Ik ga denk ik nog wel een paar dagen meedoen. Vorig jaar ook 2 dagen meegedaan. Dus, maar niet helemaal, dat lukt niet. Ik weeg ook best wel weinig. Dus. En hoe erg vind je dat je eigenlijk niet volledig mee kan vasten? Ik vind het heel jammer. Ik zou graag mee vasten, maar als mijn lichaam het niet toelaat, ja, dan volgend jaar, inshallah. Ook hier leg je gewoon weer bij neer. Zeker. Het is tijd voor de Koranlezing. Daarom geef ik nu het podium aan Mehmet Oguz, imam van Leiden Mimar Sinan Moskee. Bismillahirrahmanirrahim.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه إن شاء الله ندعو دعاء الإفطار
فنقول اللهم تقبل منا الصيام والقيام واحشرنا في زمرة خير الأنام ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله اللهم تقبل من المنفقين والمنفقات واجعل ما أنفقوه في صحائف أعمالهم يا رب العالمين الإخوة الذين جمعونا في هذا اليوم وسهروا لإعداد هذا الإفطار نسألك يا ربنا أن تتقبل منهم وأن تجعله بركة عليهم وعلى أبنائهم وأسرهم يا رب العالمين مدينتنا الغالية ليدن نسألك يا ربنا أن تحفظها وتبارك في أهلها يا رب العالمين هذا البلد هولندا نسألك يا ربنا أن تبارك فيه وفي ملكه وأهله يا رب العالمين وتحفظه وأهله من كل سوء ومن كل مكروه يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Is gedaan door imam Yusuf. Of wordt gedaan door imam Yusuf. Dat betekent dat iedereen die heeft gevast, die mag zo. We zijn bijna zover. Ja, is het aanvallen of is het gewoon rustig aan? Nee, het is, we gaan rustig aan. We gaan onze maaltijden voorbereiden. We gaan het rustig neerleggen. Ja. En dan gaan we zo samen genieten en rustig pratend. Genieten, kleine hapjes en rustig die maag gaan vullen. Het is bijna zover. Ik ben in afwachting. Ik wacht met smart op de Eden van... Je houdt het bijna in de gaten zometeen, hè? Ja, zeker. Ik ben bang dat die baklava die je daar hebt, dat niet gaat overleven. Ja, het is wel een mooi iets. En gelukkig hebben we vandaag ook iets moois ook gedaan. Hè? We hebben vandaag natuurlijk met elkaar... heel veel pakketten uit mogen delen. Dat is nooit gebeurd, samen, niet. Nee, maar nee, ik heb hard gewerkt. Nou, geen niet, want ik geniet ervan. Ja. Ik geniet ervan. We hebben er hard voor aan. Ja, we gaan zo meteen nog meer genieten, want volgens mij komt het eten ook zo meteen binnen. Is dan moeten. We gaan zo eten. Maar Bilal, doe jij mee aan de Ramadan? Nee. Nee? Nee. Jij eet gewoon lekker de hele dag door? Ja. Ja, oké. Okay, okay, nou ja. Heb je wel eens een keer meegedaan aan Pino? Nee. Nee? Nooit? Alleen nog echt, ja. Alleen maar Billenlakkouw en zo'n Waskee. Van Brian. Ga je zo getrouwen in de reen. Oké, okay, maar als je vertrouwen begint, Bilal. Ik hoor iets in mijn oor, Bilal. Er zijn ook thuis mensen die maaltijdpakket hebben opgehaald. Wat gaan we nou precies eten? We schakelen even naar vanmiddag naar de keuken hier onder de stadsgehoorzaal, waar alles vers is bereid. En dan hoor ik graag wat. Ja, we hebben dus samenwerking met een aantal ondernemers, waarbij. Ja, dat is linzensoep. Nou, dat is Turkse pilaf, dat is een rijst. Gemarineerde kippen, vers. En dan baklava natuurlijk, zonder baklava. Daar doen we het eigenlijk voor. He? Daar doen we het voor. Ja, okay. Ik vind het altijd wel knap dat je met rijst kan beginnen. Kijk, ik begin liever wat luchtiger met een warme soepje, een linzensoep. Ja, we hebben wel soep. Ja, en wij Marokkanen eten meestal wel harira, de Marokkaanse tomatensoep. Ja. Maar natuurlijk is het heel belangrijk om met de dadels te beginnen. Hè? Ja, zeker. Dadels. En ik... Het was ook heel smakelijk. We hebben bijna... Hoeveel pakketten hebben we vandaag uit mogen delen? Ongeveer 240, hè? 220 pakketten mogen uitdelen. Het is heerlijk voorbereid door een Turkse kok. Yeah. Het is, en we hebben heerlijke bladerdeeghapjes. Hij is onze kok. Hij is vers. Ja, dat is bekende kok van Leiden, zeg maar. Ja. En natuurlijk die vrijwilliger 2, dat is de dochter van mij, Ansje Gül. En die stagiair van jou. Mijn stagiair. Ja. Wat ook heel belangrijk is, dat we twee stukjes fruit bij hebben gedaan. Want het moet natuurlijk ook wel een beetje gezond blijven. Ja. Dus ik wacht op de Eden. Hoor jij hem al? Ja. Ja. Nou. Goedenavond. Goedenavond.
Wat denkt u ervan? Wat vindt u ervan tot nu toe? Nou, ik zie die baklava, die zit ook al een uur zit al aan te kijken. Dus die val ik straks aan als ik kan. Ja, toch wel? Ja, zeker. Dus gaat stijt in het weg hier straks waarschijnlijk? Nou, in ieder geval met 2000 calorieën meer op mijn heupen, ja. Hoe vindt u het tot nu toe gaan eigenlijk? Ik vind het fantastisch. Ik vind het een heel mooi initiatief. En ik vind het, wat er net de tafelgenoten al zeiden, dat Ramadan natuurlijk iets is om naar uit te kijken. En nou ja, geduld vooral te hebben voor iets. Ik denk dat dat vooral voor de jeugd van tegenwoordig iets zou zijn. Ja. Dat iedereen, ook in het Westen, wel eens mag leren. Geduld is een schone zaak. Absoluut. Dank je wel. Dank je wel. Op de hak. Ja. Ik ben gewoon aan het vergaderen en vasten. Ja, ik ben multitasker inderdaad. Ik zit op dit moment live in de gemeenteraadsvergadering. Dus, okay. Maar ik vond het wel belangrijk om erbij te zijn. Nee, dat is super. Ja. Hoe vind je het tot nu toe gaan? Ja, nee, prima. Dus in ieder geval, ja, ik ben blij. Het is een tijd geleden dat we zo bij elkaar hebben kunnen zitten. Dus ik vind het altijd helemaal goed. Een dus, extra gevoel. Ja, en goed dat deze traditie zo wordt gemaakt. En hopelijk over de tijd nog groter. Ja. Dus ja, zeker. En we hebben het hier over verbinden. Hoe belangrijk vind jij verbinden? Ja, ik ben niet anders bezig met mijn hele leven proberen te verbinden. Dus ja, en dit draagt er ook inderdaad aan bij. Dus ik denk dat het echt heel erg belangrijk is om dat te doen. En dat doen we vanuit de gemeente. Dat doen we inderdaad vanuit dit soort initiatieven. En ja, wat dat betreft is Leiden inderdaad een stad die verbinding nog altijd zoekt. Dus daar moeten we zeker mee doorgaan. Mooi, dankjewel. Ja, graag gedaan. Ik ga zo stemmen. Ja. Nou, normaal gesproken zou je, volgens mij mogen we echt aanvallen, hè? Het is, ja, ik zou zeggen, eet smakelijk allemaal. Geniet van jullie eten. even kijken, moet ik even naar de regie kijken? Gaan we naar de Zoom? Oké. Nou, we schakelen nu even over naar Zoom, over een aantal mensen. Wel, niet? Oh, we schakelen over dus naar de Eden. Oké. Okay. Moet ik in beeld klappen? Of ja. Ja, zo, gewoon? Ja. We gaan toch over naar de Eden? Ja, nee. Oh, excuses. Nou ja, dat is het voordeel, maar tegelijkertijd ook het nadeel van het lijf. We gaan over naar de theoloog die ons iets bijzonders te vertellen heeft. Kijk even mee. Moet ik in beeld klappen? Of ja, zo, gewoon? Dat is de oproep. In het Jodendom bijvoorbeeld, grote vrijdag, was al van oud-testamentische tijden af bedoeld als een dag in het jaar waarop Joden ook gezamenlijk zouden vasten om boete te doen voor alles dat ze in dat jaar verkeerd hadden gedaan. In het Nieuwe Testament komt vasten ook voor. Jezus zou bijvoorbeeld 40 dagen na zijn doop gevast hebben. In de traditie van de vroege kerk was vasten ook gebruikelijk op woensdagen en op vrijdagen om specifieke gebeurtenissen in het leven van Jezus te herdenken. En dat heeft zich ontwikkeld in de loop der eeuwen tot de traditie om 40 dagen voorafgaand aan Pasen apart te zetten en om in die periode ook te vasten. En vasten had toen de betekenis gekregen één maaltijd, 's avonds. Later is dat verschoven naar 's middags. En nog weer later de afgelopen eeuwen dat je ook een klein ontbijt en wel een klein diner mocht nuttigen. En alleen wanneer je die behoefte zelf zou voelen als een vorm van, zoals dat met een mooi oud woord heet, verootmoediging. Dus dat je je klein maakt voor God, vasten om je vanuit jezelf op God te kunnen richten. Ja. Wanneer gevast wordt in een bepaalde godsdienstige gemeenschap, zit daar vaak een aspect aan verbonden van het geven van aalmoezen aan armen. Dus dat je ook liefdadigheid betracht en dat je ook je ervan bewust bent dat het niet vanzelfsprekend is dat je iedere dag voldoende te eten hebt. Dus dat aspect komt ook niet alleen in de islam naar voren, zeker. Nou jawel, nou ja, het zou te veel zijn om echt te zeggen dat het weer een collectief gebeuren wordt. Maar zelfs bijvoorbeeld in het Reformatorisch Dagblad, dus de krant van de Bijbelbelt, vind je artikelen waarin staat dat vasten wel aan een opmars weer bezig is. Ja, mensen hebben toch behoefte aan rituelen en willen toch op de een of andere manier hun geloof ook tot uitdrukking brengen. Ik denk dat je het kunt vergelijken met mensen die op bedevaart gaan naar Santiago de Compostela, maar die niet rooms-katholiek zijn.
toch vasten als een manier om dichter tot God te kunnen komen? Of ook, als je niet gelovig bent, om je te bezinnen op wat er in de wereld gaande is. En dat element van ook nadenken over... Het is helemaal niet vanzelfsprekend dat je iedere dag genoeg te eten hebt. Er zijn mensen die het veel slechter hebben dan jij, zowel hier als elders. Vasten als een vorm om daar ook eens bij stil te staan. Ja, dat zie je wel de laatste jaren. In ieder geval stemmen die daar in de media zich over uitspreken. Ja. Ik wil even het woord geven aan Uitman om even stil te staan bij iets wat onlangs gebeurd is. Iets heel verdrietigs. Ja. Ja, we zitten nu heerlijk met elkaar zo aan tafel. Rijk, vol, rijk gevuld. En zoals ik net al vertelde, we zijn ooit begonnen met een uit de hand gelopen grap met stel vrienden, ondernemers. En een van die ondernemers is helaas afgelopen jaar komen te overlijden door een hele tragische gebeurtenis. Hij is helaas vermoord. De heer Mimoen Bergwal. En ik wil daar graag even een momentje bij stilstaan en hem even herdenken. Want hij is altijd een onderdeel van die club geweest. Hij is er altijd elke iftar bij geweest. En het is voor het eerst dat we hem nu moeten missen. Het schijnt een bijzondere man te zijn. Zeker in binnen de Leidse Marokkaanse gemeenschap. En het was een ondernemende man die altijd deel nam in onze acties. Ja. Gecondoleerd. Dankjewel. Ja, ja. Maar ik zie hier aan tafel... Let jullie op mij. Ik heb jou nog niet zien eten. Nee, ja, dat gaat een beetje lastig. Dat gaat een beetje lastig. En ik zie jou gaan. Nee, ik heb pas een één nadeel op. Ik wilde daar eigenlijk net aanvallen, maar dat ging een beetje lastig. We hebben het gehad over het verbinden door het delen van maaltijden. Ja. Door kunst en humor. Ja. Toch? Ja. Maar een heel belangrijke manier om te verbinden is via sport. Ik sprak daar twee verbinders over die als geen ander weten hoe je dat doet. Kijk even mee. Tjeerd Schepper, mijn begrip in Leiden. Ja, ja. En omstreken. Je wordt ook wel gezien als de verbinder van Leiden. Ik heb die rol nooit zo beseft. Maar ja, als je met mensen werkt, en zeker met groepen mensen werkt, dan kom je er niet onderuit dat je mensen bij elkaar zet. Dus als dat een verbinden is, dan vind ik ook een verbinden. Maar mensen bij elkaar zetten om iets te bereiken, dat vind ik mooi. Dus dan gaan wij naar een evenement toe. Ja, dat doe je samen. En als je dan samen iets bereikt hebt, dan daar kan ik een kick van krijgen. Ja. Niet zozeer het evenement zelf alleen maar vooral de weg daar naartoe. Het samen bouwen eraan. Ja, en als je dat dan verbinden doet, dan is dat verbinden. Wat ik zelf heel mooi vind, als je praat over de marathon bijvoorbeeld. Wij zijn een hele sociale club. Dat betekent dat iedereen kan meedoen. Maar ook als het gaat om het meewerken. Wij hebben behoorlijk wat mensen die niet voor de hand liggend zijn als je praat over vrijwilligers. Maar die willen daarbij horen. Die willen een onderdeel zijn van het grote geheel. Die zijn een partij trots, jongen, op die marathon. Ja. Hoe belangrijk is verbinding in de sport? Nou, weet je wat het leuke is als je gaat hardlopen? Want dat is mijn sport natuurlijk. Of je gaat wandelen, maar vooral hardlopen. Dan zeggen wij Brahim en Tjeerd tegen elkaar. En dan kan dat de directeur van een bedrijf zijn. En het kan een vuilnisman zijn, enzovoorts. Maar toch zeggen wij Brahim en Tjeerd tegen elkaar. Dat is sport. Sport verbroedert niet alleen en verzustert niet alleen. Maar je wordt gewoon ineens allemaal hetzelfde. De een kan goed voetballen. En dan maakt het niet uit of jij directeur bent of vuilnisman. Of de een kan beter hardlopen dan de ander. Dan maakt het allemaal niet meer uit. Nou, dat is verbroedering. Dat is inderdaad verreweg de belangrijkste, vind ik. De belangrijkste bijzaak van het sporten. En verbinding is daar de basis voor. Ja. Want Jan en Piet en Brahim en Tjerf, die praten zo tegen elkaar. Absoluut. Zonder dat er ook maar wat voor verschillen in de normale maatschappij zijn. Absoluut. En dan vind ik dat eigenlijk niet de normale maatschappij. Die sportmaatschappij zou de normale maatschappij moeten zijn. De Rammelman, dat speelt nu. En ik vraag me af, heb je het wel eens geprobeerd? Heb je überhaupt gevast, even los van de Ramadan? Ik ben een Bourgondier.
Dus ik heb niet zo, nee, ik heb eigenlijk nooit gevast. Nee. De Ramadan, ja, ik vind het iets indrukwekkends, eerlijk gezegd. Ja? Ja, ik vind het heel indrukwekkend. Dat mensen, ik zie daar ook een verbinding in van, heb ik jou daar? Want dat zo'n grote groep van de bevolking zegt van, wij doen dit. En dat hoeft niet eens allemaal samen te zijn, want in coronatijd is het niet eens samen. Nee. Ik bedoel, je kan nu de moskee niet in met z'n allen tegelijk. Dus iedereen doet het op zichzelf. Maar dat geeft wel een enorme verbondenheid en dat vind ik wel echt indrukwekkend, serieus. Verbinden. Wat houdt verbinden in Lindwijk? Verbinden is mensen. Volgens mij is dat mensen samenbrengen. En dat gebeurt dus hier dus echt fysiek. Want dit is het buurthuis, huis van de buurtvogelvlucht van Inclusio. En hier komen er echt mensen samen om koffie te drinken, spelletjes te spelen. We hebben met een wandelen vanuit hier. Dus het is echt, ja, op alle interesses komen mensen hier samen. En wat is jouw rol als verbinder? Mijn rol, ik ben dus buurtcoach bij Inclusio en we werken dus met een integraal team. En we hebben 7 districten, dit district is dus de Zuidwest. En dus met al mijn collega's proberen we dus alle initiatieven die in de buurt spelen te verbinden met elkaar. Dat mensen die interesse hebben om koffie te drinken, mensen die willen een moestuintje, dat faciliteren we allemaal en dat brengen we dus samen. Dus we proberen dus mensen echt in hun kracht te zetten, zodat van elke buurt een betere buurt wordt gemaakt. Ja. Hoe belangrijk is het dat mensen van verschillende culturen elkaar begrijpen? Is natuurlijk fijn, maar mensen moeten elkaar begrijpen om echt samen met elkaar te leven en niet naast elkaar. Maar als ze elkaar begrijpen, dan wordt het echt een echt samenleven. En dat samenleven, dat ja, iedereen, dat is dat woongenot, dat is het belangrijkste. Dus het is heel belangrijk dat mensen begrijpen en respect hebben voor elkaars geloof, overtuiging en culturele achtergrond. Ja, klinkt heel makkelijk en heel simpel. Het klinkt makkelijk, het is ook makkelijk, we moeten het ook niet moeilijker maken, maar om het respect te hebben, om echt met elkaar te leven, dat is natuurlijk wel heel erg moeilijk. Dat zie je dus ook in de activiteitensfeer. Dus mensen proberen wel met elkaar dingen te doen, maar echt buren zijn van elkaar, dat is toch wel heel erg lastig in de praktijk soms. Hey, en je ziet hier broertje Bilal, staan doet hij niet. En Bilal, doe jij mee aan de Ramadan of niet? Hè? Nee? Nee, zeg ze in de camera. Doe je mee aan de Ramadan? Nee. Nee, hè? En hoe zit het met jou? Nee, van eerlijk zijn, ik doe niet mee aan de Ramadan, maar ik ben als vrijwilliger betrokken bij Rodenburg. En dus ik ken wel heel veel mensen, vrienden omheen die meedoen met de Ramadan. En dat vind ik toch wel iets bijzonders en een bijzondere tijd. Ik zei Yvonne. Yvonne, wordt deze iftar volgend jaar opnieuw georganiseerd? Ik ben blij dat ik er dit jaar bij kon zijn. Afgelopen jaar kon ik er niet bij zijn, want ja, toen ging het uiteindelijk niet door corona. Dus ik vind het een hele mooie traditie. Want ik ben wel vereerd met de uitnodiging en dat ik dit met jullie, dat ik hier deel van uit mag maken. Dus ik hoop echt dat we het volgend jaar en de jaren daarop iedere keer weer hier kunnen organiseren. Het zou verschrikkelijk mooi zijn. Supermooi, dankjewel. En Nanette, wat zou je eigenlijk aan de Leidenaren mee willen geven? In deze kring wordt natuurlijk gedacht aan de ander. En daar is dan de maand voor. Maar ik denk dat wij met z'n allen veel aan de ander moeten denken. Dat zijn we ons ook wel bewust van geworden in dit afgelopen jaar, wat de noodzaak daarvan is. En ik denk, wees nieuwsgierig naar de ander. Dat hopen we hiermee ook een beetje te bevorderen. En wees welkom in dit huis. En we gaan er een mooie traditie van maken. Prachtig. Lijkt me ook goed om in ieder geval alle partners en sponsoren te bedanken.
Zullen we het samen doen? Zal ik dan maar beginnen? Begin jij. Ja? Oké. Durmus Doğan, Uthman Mughrabi, Necip Şekir en ondernemers, achterban, enorm dank voor jullie tijd en inzet. En jij, Yvonne, heel erg dank voor je komst. Ik weet dat je er het een en ander voor hebt moeten verzetten en dat je erg zit te wachten tot je helaas weer aan de bak moet. Maar dank je wel. Het is heel belangrijk voor ons dat je er bent. Flow Sound, Sander Howard en Luke Mentik en de winkeliers Zimzim, Mabrouk, Ilias en vele andere sponsoren. Enorm dank. En dank aan het Fonds voor Cultuurparticipatie, Inclusio en BUS die ons ook gesteund hebben. En we moeten natuurlijk niet vergeten Sleutelstad en Unity en het Leidse Dagblad en het Leidse Nieuwsblad. Dankjewel. We zijn er nog niet. De imams, hartelijk dank. En Kok. De ambassadeurs van Turkije, de heer Dijli. En de ambassadeur van Marokko, Abdelkarim Ben Salam. Heel erg dank. En uiteraard onze eigen burgervader, Henri Lenferink. En de 3 oktober vereniging, niet te vergeten. Alle leidnaren in de filmpjes, Mehmet Tutunzu. Emre, van Bilal. Bilal, ook bedankt. Ja. En wie nog meer? Bilal Lakhout. En heb je de heer Doğan? Heren, dank u wel. Van de Brein. Ach, het is allemaal genoeg van het. Bilal wil beginnen. Iedereen met corona. Iedereen. Dank u wel. Lekker eten, lekker drinken. Lekker eten, lekker drinken. Vandaag ga je lekker slapen gaan. Lekker eten. En belang lachen in de ring. Super. En dank u wel voor het bericht. En wat handelt er voor mensen? Maar als ik even over Monique en het hele team, enorm dank. Lalissa, dank jullie wel. Iedereen hier aan tafel bedankt. En ik wens jullie een hele mooie, fijne, prettige, ontspannen, relaxte avond verder. En tot volgend jaar. Muhammedur Resulullah.